Mijn naam is Ineke Boomker, ik ben 73 jaar en ik heb SLE. SLE is systemische lupus erythematosus, een auto-immuunaandoening, ook wel een bindweefselaandoening genoemd. Het valt onder de reumaziekte, onder de reuma-aandoeningen en het heeft vele gezichten. Voor in de jaren 70, toen kreeg ik epilepsie. De artsen wisten niet waar het vandaan kwam. Ik ben helemaal binnenstebuiten gekeerd, een half jaar. De jaren daarna begonnen de gewrichtspijnen. In 1987 ging ik met man en kinderen naar de Alpen op vakantie. En lekker bergen klimmen. En op een ochtend werd ik wakker. En vond ik hele plukken haar op mijn kussen. Dus ik was ineens, ik werd kaal. En ik had ook een hele rode huid. En ik was ontzettend moe. We zijn van vakantie thuisgekomen en ik ben weer naar de huisarts gegaan. En die belde me op na 14 dagen. Wij bleken lupus te hebben. Nou, lupus was een onbekend woord voor mij. Ik heb dat opgezocht in mijn oude medische boeken die ik nog had. En daar stond in dat het een zeldzame aandoening was en dat je eraan dood ging. Ik voelde me nog veel te levendig om daaraan dood te gaan. En die boek heb ik weggegooid. Maar het verlamde me wel. Die moeheid die ik in de vakantie opgelopen had, die raakte ik eigenlijk niet meer kwijt. Mijn haren kwamen wel weer terug. Ik mocht nooit meer in de zon. Want de zon die activeert het afweersysteem. En nou, mijn afweersysteem bleek dus ziek te zijn. Dus er brak een ander leven aan voor mij. Maar ik kijk eigenlijk altijd naar wat ik nog wel kan. En toen bleek dus dat er een patiëntenvereniging was en daar heb ik me aangemeld. Ja, toen is het balletje gaan rollen dat ik er meer over te weten kwam. Ja, dan heb je toch je vrienden voor het leven heb je daar ontmoet. En ja, toevallig allemaal patiënten, maar ja, het zijn wel hele waardevolle ontmoetingen geweest. Ja. Dus dat vond ik de meerwaarde van mijn vrijwilligerswerk. Ik kan best veel doen nog op een dag. Alleen zwaar werk doe ik niet meer. Verder doe ik heel veel leuke dingen die ik wel kan. En er is toch iedere dag wel een rustmoment. Ja, verder fiets ik niet meer bijvoorbeeld. Mijn evenwichtsorganen is aangetast. Dat vind ik wel heel erg jammer. Er worden iedere keer wel weer dingen afgenomen van je. Maar ja, ik ben een blij mens. En dat houdt me wel overeind.